De leiders van de aankomende coalitie hebben naar hun zeggen op geen enkel moment met president Desi Bouterse over gratie gesproken. Tijdens de verschillende overlegmomenten met het staatshoofd is volgens de politieke leiders enkel over een rustige regeringsoverdracht gesproken. Dit hebben VHP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi en Ronnie Brunswijk van de ABOP gisteren tijdens een persconferentie van de samenwerkende partijen benadrukt. Bouterse is als ex-legerleider veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de decembermoorden. Hij heeft verzet aangetekend en de zaak is onlangs wederom uitgesteld naar 30 juli. Volgens geruchten zouden de politieke leiders zich hebben gebogen over een mogelijke gratie aan Bouterse. Dit wordt echter met klem tegengesproken door Brunswijk en Santokhi. De ABOP-voorzitter zegt dat er geen afspraken gemaakt zijn over het juridisch proces van Bouterse. Hij verzekert dat niets geheim gehouden wordt voor het volk. Wij zijn niet de rechterlijke macht. En we kunnen nooit op die stoel van de rechterlijke macht gaan zitten. Alleen wat bij de uitvoering is, waar wij dan iets kunnen doen, dan wel. Maar het kan niet zo zijn dat je afspraken gaat maken dat niemand vervolgd gaat worden en al die dingen. Die bevoegdheden hebben wij niet. Dank u wel. Dus we kunnen praten voor een goede overgang. Geen stoornissen enzovoort, maar precies wat u daar zegt, dat wij al beloven wij iets, bijvoorbeeld dat het niet kan, en de rechterlijke macht is daar. Dus wij gaan niet in de stoel zitten van de rechterlijke macht, maar in ieder geval, als Surinamer willen wij ons inzetten voor Tjaasan toch mooi rustig. Santokhi zegt dat gratie aan Bouterse nu absoluut niet aan de orde is. Indien dat door hem wordt aangevraagd, zal de nieuwe regering dat in overweging nemen. Indien het komt, zullen we het bekijken. Zullen we bestuderen, we zullen kijken wat de wettelijke regels zijn in de grondwet. We zullen ons laten leiden door de inzichten die er zijn bij de rechterlijke. Maar als het komt, dan gaan wij dat beslissen. Als morgen sneeuwt, wat gaan we doen? Als morgen begint te sneeuwen, wat gaan we doen? Begrijp je? VHP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens een persconferentie in de Olifant. Zowel hij als Brunswijk ontkent dat er over gratie is gesproken met Bouterse.